Leni! Goeiedag! Hallo! Ja, Sander! Ja! Hi. Ik sta er gewoon! Hartstikke lief! Nou, dan weet je wel hoe laat het is, hè? Ja, ik weet het! Ja! Wat een verrassing! Echt! Ja! Ja. Ik zie dat het je helemaal raakt! Ja, uiteraard! Ben je gek? Hoe komt dat? Ja, je zit al vanaf maart zit je dus lekker thuis. Thuis. Ja? Ja? Al je vrienden om je heen vallen weg. Overlijden niet, er zijn er wel overleden. Maar je wordt van al je clubjes, je verenigingen, wat je dus zelf ook organiseert, word je weggehaald. Ja. Je bent oud. Ja? En het is juist de groep die niet in bejaardenhuizen zit, maar gewoon thuis. Je bent afgeschreven. Er is niks meer. Nee. Er is niks meer aan. Zal ik weer binnenkomen? Ja, doe eigenlijk maar ook. Ja. Of wil je zo blijven staan liever? Dat mag ook hoor. Ja, vanwege de corona. Ja, ik weet het. Ja, precies. Ja, dat weet ik ook. Dat het is moeilijk. Ja, dat snap ik. Het is heel moeilijk. Hey, nou, we houden afstand, maar kom wel goed nieuws brengen. Want je hebt gevraagd voor een pakket, hè? Ik heb gevraagd voor een boodschappenkar. Ja, ik heb gevraagd voor een boodschappenkar. Waarom wil je zo graag een boodschappenkar? Misschien toch nog een lichtpunt. Groot lichtpunt. Een groot lichtpunt. Nou, daar kom ik brengen hoor, een lichtpunt. Ja, hartstikke. Kijk eens wat ik heb. Een pen en een boodschappenlijstje. En een boodschappenlijstje. Wat wil je allemaal hebben? Nou, verzorgingsproducten, want dan kan ik de hele tijd aan jullie denken. Ja, verzorgingsproducten. Ja. En dan lekkere dingetjes voor kerst. Lekkere dingetjes voor kerst? Ja, en een kaars. Lekker lichtje voor kerst. Ah, tuurlijk, dat ga ik doen. Een port. Dat ga ik regelen. Ja. Een lekkere port. En sinaasappelsap voor mijn man. Sinaasappelsap voor je man. Nou, Leni, ik heb het genoteerd. Ik ga het halen. Het komt helemaal voor de bakken. Geef me de elleboog. Hartstikke bedankt. Ga lekker zitten. Ik kom zo terug. Met boodschappentassen vol. Hartstikke bedankt. Tot zo, hè! Zo, een beetje scheef. Leni! Hartstikke lief. Ik heb alles gehaald. Rollades, wijntjes, port. Ik heb groenten, ik heb erwtensoep. Sinaasappelsap voor je man. Ja, uiteraard. Een nieuwjaarskaart voor jullie. Ah, voor alle medewerkers van Rijnmond. En heb ik nog een verrassing. Ze zeiden, is het voor Leni? Dan krijgen ze voor €50 nog een extra pakketje voor de kerst. Wat lief, wat lief. Nou, is dat wat? Dat is heel erg lief. Je gaat er... Ja. Jongens... Dat doen we. Dag lieverd! Hey, hartstikke. Dag lievers allemaal. Doei! Hartstikke bedankt. Hartstikke lief. Hoe mooi is het om mensen zo blij te maken? Ben jij of ken je nou ook iemand die wel een opsteker kan gebruiken? Ga dan naar de site www.rijnmond.nl en stuur ons een berichtje. En wie weet kom ik naar jou toe met een boodschappenkar vol met boodschappen.